Hier is de E-Power Barrel Heavy Duty Pro UV Universal. Deze kruiwagen heeft een frame dat elektrolytisch gegalvaniseerd is. De frame van de kruiwagen heeft hier extra versterkingen zitten. En hier zitten twee gaten die gebruikt kunnen worden voor het plaatsen van ondersteunende wielen onder de kruiwagen, zodat men niet meer hoeft te dragen. Indien de wielen niet nodig zijn, kunnen ze in deze plaatjes met gat kunnen ze geplaatst worden, zodat ze altijd bij de kruiwagen zijn. De steunwielen kunnen eenvoudig met de schroef bij. De Heavy Duty E-Power Barrel Heavy Duty serie heeft een loodzuuraccu, een AGM loodzuuraccu, die ongeveer 8 kilo weegt. De Heavy Duty Pro heeft een lithium accu en die lithium accu weegt nog maar 1,8 kilo en heeft een grotere capaciteit dan de loodzuuraccu. De Universal heeft een stalen bak, dit is 1,2 mm staal, 100 liter inhoud. De Farmer's Table is de kruiwagen voor op de boerderij of bij de paarden. Hij is uitermate geschikt voor het transport van mest, hooi of wat grotere volumes. Nou, dit is de E-Power Barrel Garden & Landscaping met deze gele bak. En deze bak is uitermate geschikt voor de hovenier, de stratenmaker, het bouwbedrijf. Dit is een van de allersterkste bakken die binnen de land moet worden gemaakt. Hij heeft een stalen bak die 1,2 mm dik is. En deze is een stalen bak die 0,8 mm dik is. De aandrijving is ook verschillend. Deze kruiwagen rijdt zowel variabel vooruit als variabel achteruit. Deze kruiwagen heeft één snelheid vooruit. Het verschil in de accu's. Deze kruiwagen heeft geen wisselbare accu. Hij kan er wel uit, maar dan moeten de schroeven losgedraaid worden en de pinnen achter gedaan worden en dan kan de accu eruit. Deze kruiwagen is een 12 volt systeem, dit is een 24 volt systeem. En hier kan de accu eenvoudig worden verwisseld en een ander worden geplaatst, mocht dat nodig zijn. Ja. Onder de kruiwagen zit in dit geval de lithium accu. Deze kan eenvoudig verwijderd worden en ook weer teruggeplaatst worden. De accu wordt afgeschermd middels een stalen plaat die bescherming biedt aan de elektronica die erboven zit. Dit is de accu van de E-Power Barrel. De geleiderrails op de accu passen in de geleiderrails onder de kruiwagen. Plaats de accu in de geleiderrails, duw hem naar beneden en wacht tot de gele schakelaar klik zegt zodat de accu vergrendeld is. Nu is de accu vergrendeld onder de kruiwagen. Door de gele vergrendingsknop op laag te trekken, kan ik de accu er weer eenvoudig uitladen. Hieronder zit de aansluiting voor de lader van de E-Power Barrel. De E-Power Barrel wordt standaard geleverd met een 2,5 ampère snellader die deze accu in maximaal 5 uur zal opladen. In veel gevallen zal dat veel korter zijn. Op de accu brandt een lampje. Het lampje van de accu brandt altijd rood en wordt niet groen. Dit lampje geeft alleen aan dat de accu werkt zoals hij zou moeten werken. Brandt dit lampje niet terwijl de adapter is aangesloten, neem dan contact op met uw leverancier. De bediening van de kruiwagen bevindt zich onder het directe bereik van de duim. Met deze schakelaar kan de kruiwagen variabel vooruit of variabel achteruit rijden. Hier zit een schakelaar om de
kruiwagen mee aan en uit te zetten. Hiermee wordt het hele elektronische systeem dan wel aan of uitgeschakeld. En de slow-functie wordt gebruikt om de snelheid van de kruiwagen te limiteren tot 2 km per uur. Waarmee zwaardere kruiwagens, beladen kruiwagens, veilig omlaag gebracht kunnen worden. Een helling af of een dijk af. De eerste module is de motor, de hubmotor. De tweede module is de DC-controller. En de derde module is de gasremmen. Het wiel kan eenvoudig worden verwijderd door deze bouten los te draaien, de kabel los te halen en hier los te maken van de DC-controller. Let bij de plaatsing voor het wiel altijd op de verschillende kleuren bouten. Aan de kant van de aandrijving komt de zwarte bout te zitten. Aan de andere kant komt de zilverkleurige bout te zitten. De e-Power Barrow is voorzien van een tractorprofielband en een luchtband. Let bij de montage van de band altijd op het pijltje op de band, zodat die in de goede richting gemonteerd wordt op de kruiwagen. Hier zit het ventiel van de e-Power Barrow waarmee de band op druk kan worden gezet. Zorg dat de band altijd minimaal 1,5 bar luchtdruk heeft om te voorkomen dat de motor gaat slippen binnen de band. Want daarmee draait de binnenband kapot. Hier kan de kabel uit de DC-controller gehaald worden. En hier kan het gashendeltje losgedraaid worden waarmee de hele gashendel kan worden verwijderd. Om de kabels te verwijderen uit de DC-controller kunnen deze twee schroeven losgedraaid worden waarna de hele DC-controller loskomt. Aan de onderkant kan het plaatje worden verwijderd waarna de kabels eenvoudig kunnen worden verwisseld. Hiermee is het onderhoud aan een e-Power Barrow niet veel moeilijker dan het in elkaar zetten van een IKEA-kast.